Welkom bij Brain Pickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van Zigzag HR. En met Zigzag HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons op jouw favoriete podcastkanaal. We gaan in deze podcast trendsurfen, innoveren op de golven van verandering. En dat doen we onder deskundige begeleiding van Bert van Tilborg, een historicus die trendwatcher werd en die daar een boek over geschreven heeft. In ons decembernummer van Zigzag HR gunde hij ons al een blik op de toekomst van HR zonder daarvoor in een glazen bol te staren. Hij had het over het veranderende individu, de veranderende omgeving en de veranderende maatschappij. Diversiteit en inclusie worden mainstream, zegt hij. Werknemers die zitten de komende 15 jaar zeker aan het stuur van hun loopbaan en in de toekomst zullen steeds meer mensen twee beroepen combineren. Het landschapsbureau dat gaat eruit en maakt plaats voor het tuinkantoor. Werken wordt een beleving en 20% van onze tijd zullen we bezig zijn met studeren. Dat artikel kan je nalezen als je geabonneerd bent natuurlijk op Zigzag HR, maar vandaag springen we dus gewoon op die surfplank. Hoe kan je de trendgolven spotten? Welke bronnen kan je daarvoor gebruiken? En hoe kan jij als HR-professional een echte cool hunter worden? Want dat ontdek je deze kakelverse aflevering van jouw favoriete podcast. Welkom. Dag Bert. Dag Leslie. Goedemorgen. Op deze bijna zonnige dag. Ze doet haar best. Ja, ze doet inderdaad haar best. Het heeft deze week wel wat anders geweest. Heel veel regen, dus we zijn blij dat het zonnetje nog is. Ja, en volgende week sneeuw, heb ik gehoord. Oei, op de radio. Ook al. Even uit. Spannend. Voilà. Goed, maar sneeuw of regen of zon, we gaan vandaag surfen in ieder geval. Ja. Trendsurfen. Ja. Van waar die link, Bert, met surfen? Ja, surfen. Ik ben eerlijk gezegd zelf geen surfer. Mm-hmm. Ik ga hier een groot geheim verklappen voor jouw luisteraars. Ik heb eigenlijk schrik van water en vooral van de zee. Maar trendsurfen komt eigenlijk van een heel ander verhaal aan verbonden. Mm-hmm. Misschien ken jij Alvin Toffler. Ja. Alvin Toffler heeft ooit een boek geschreven, De Derde Golf. De Derde Golf. Onder andere heel veel boeken, maar dat is een heel belangrijk boek. En dat heb ik gelezen, heel lang geleden, toen ik zelfs nog studeerde. Dus dat is echt heel lang geleden. En dat was ongelooflijk interessant. En golf is dan altijd zo wel een beetje blijven hangen. En daar is nog een tweede verhaal aan toe te voegen. Toen ik een titel zocht voor het boek, sprak ik op een bepaald moment met een Engelse trendwatcher. We hadden een Zoom-call. Tijdens corona hebben we heel veel gezoomcalled en geskyped en wat dan ook. En hij gaf mij een waanzinnig idee. Hij zegt, waarom noem je je boek niet Trendsurfing? En toen dacht ik, ja, dat is het. Dat is de titel die ik nodig heb. En dan de ondertitel is er dan later bijgekomen. Want ik had eerst een andere ondertitel, die heb ik veranderd. En dan heb ik daar innoveren op golven van verandering aan toegevoegd. En daar ben ik heel blij mee, want de vlag dekt de lading, zoals ze dat mooi zeggen. Ja, ja. En je hebt ook schrik van water. Ja. Ik ook. Ja. Niet zozeer van de zee. Alhoewel, ik ben al gaan zeilen en ik zit aan het kantoor is een boot. Ja, een hele mooie boot, dat is, dat is misschien niet zo verstandig, maar toch, ik moet zeggen, het geeft mij rust en comfort. Ja. Maar, mooi verhaal. Oké. Trends. Hoe en waar ontstaan die trends? Hoe kunnen we dat voorspellen? Zijn er verschillende soorten trends? Ik denk dat ik eerst even een stapje terug wil gaan. Ik denk dat het heel belangrijk is voor uw luisteraars ook om te weten wat trends eigenlijk zijn. Want er is een soort Babylonische spraakverwarring. En als ik dat bijvoorbeeld aan mijn studenten vraag, wat zijn trends, dan krijg ik eigenlijk uiteenlopende fragmenten. Mm-hmm. En als je die samenvoegt, dan kom je tot iets wat op een definitie zou kunnen lijken. En voor mij zijn trends, want ik zeg het, iedereen definieert dat anders, maar voor mij zijn trends veranderingsprocessen. Van menselijk gedrag, binnen een maatschappelijke context, voor bepaalde groepen binnen de samenleving. En die hebben een bepaald doel. Met trends is er een bepaald doel. Want het is niet meer alleen watchen, maar het is ook surfen op trends. Ja. Dus wat gaan we ermee doen? We gaan innoveren. Trends hebben een doelstelling, namelijk om te komen tot innovatie. Mm-hmm. En die innovatie, en dan zijn we helemaal compleet, die moet zorgen dat de levenskwaliteit van de mens verbetert of omhoog gaat. Of in het slechtste geval dan, toch stabiel blijft. Ja. En dat is eigenlijk wat we met trends onderzoeken. Dus het, vooral die verandering. Okay. Dus eigenlijk zijn het die vijf kernwoorden. Ja, zo had ik er inderdaad nog niet naar gekeken dat ze een doelstelling hebben. Ik had er eigenlijk initieel naar gekeken van het klopt. Is er en het overkomt ons. En ja, een stuk wel. Mm-hmm. Als je dan gaat kijken naar... maar dan hebben we het dan over indeling van trends. Mm-hmm. Want in principe kan je zeggen,
trends kan je indelen in 3 grote groepen. Ja. Eigenlijk wat ik de trendlaag of de trendlagen noem. Mm-hmm. En je kan die dan heel mooi in een piramidaal model gaan voorstellen. Dan is dat eigenlijk heel, heel knap om dat ook te zien. Maar eigenlijk begint het onderaan bij wat ik dan noem de maatschappelijke context. Dat is ook een deel van de definitie. En die maatschappelijke context noemen we dan ook maatschappelijke trends. Mm-hmm. Dat zijn de bewegingen die over 30, 40, 50 jaar gaan. Dus zeer lang in de tijd. In principe gaat dat zeer langzaam. En je kan je altijd de vraag stellen, in welk, van, of welk soort van wereld leven wij vandaag? Mm-hmm. En als je daar de antwoorden op formuleert, dan kom je automatisch terecht bij die maatschappelijke trends. En die kan je dan nog gaan indelen in wat ik een letterwoord ipsotape noem, waar het gaat over identiteit, mm-hmm. want we starten altijd met onszelf. Wij als individu maken deel uit van een geheel, de bevolking. Mm-hmm. Anderen noemen dat demografie. En die verbinden identiteit en bevolking, maar ik trek die echt uit elkaar. En dan heb je natuurlijk als individu binnen een samenleving ga je interactie ontwikkelen. Ja. Dat is, je krijgt opvoeding van je ouders, je gaat naar school, lagere school, middelbare school, hoger onderwijs. Je gaat media consumeren, mm-hmm. je gaat jouw blad bijvoorbeeld lezen mm-hmm. of je gaat televisie kijken. Je hebt ook sociale contacten, dat noemen wij het sociaal-culturele speelveld. Dan ook bijvoorbeeld ook sport en cultuur mm-hmm. consumeren, hoort daar ook allemaal bij. En dan krijg je dat lettertje O, de O staat voor omgeving. En dat is omgeving, de plek waar we wonen. En dat is eigenlijk, vroeger was dat super binair. Ofwel woonde je op de stad, in de stad beter gezegd, mm-hmm. of op het platteland. Yeah. Vandaag zien we dat binaire verdwijnt, diffuseren. Ja. En dan krijg je natuurlijk binnen die leefomgeving gaan we natuurlijk in de toekomst ook kijken van ja, gaan we nog wel op onze planeet wonen? Gaan we misschien niet in de diepe zee wonen? Dat is natuurlijk heel moeilijk hè, vandaag, maar wie weet, hè, want we zijn een planeetreizende soort bijvoorbeeld. Inderdaad, je zegt het heel mooi. Misschien gaan we naar Mars, misschien gaan we naar de maan, mm-hmm. gaan we daar basissen bouwen en gaan we daar wonen. Hè, ik ga dat wellicht niet meemaken, maar zeker mijn kinderen. En absoluut mijn kleinkinderen. Uw kinderen ook al bedoeld? Ja, zo ja, ja, absoluut. Dat gaat heel snel. Dat is ook het punt. Hè. Mensen denken altijd van, als ik aan iemand vraag van voorspelnemer, mm-hmm. wat zou er binnen 3 jaar gebeuren? Dan krijg ik de meest ongelofelijke verhalen. En meestal is dat een overschatting. Maar mm-hmm. als ik aan iemand vraag, hoe gaat het dan over 10, 15 jaar zijn? Dan begint men eigenlijk wat terug te krabbelen en dan gaat men alles onderschatten. Ja. En dat is eigenlijk een paradigma dat men moet doorbreken. Maar het is inderdaad, als je gaat kijk zelf eens 10 jaar terug in de tijd en kijk dan naar vandaag. Dat is een groot verschil. Hè? Absoluut. Maar kijk je misschien 2, 3 jaar, dan ga je dat nu wellicht overschatten. Maar dan gaan we het dan weer over langere perioden dan onderschatten. Maar dus, en dan krijg je binnen die O, ik ga even terug naar mijn verhaal, binnen die O krijg je dan ook heel het verhaal van duurzaamheid. Ja. Dat is heel belangrijk. We willen natuurlijk zo lang mogelijk, of liefst voor altijd, op onze planeet blijven. Mm-hmm. En die moeten we natuurlijk conserveren, zorg voor dragen. Dat is eigenlijk onze morele plicht. Zeker ook naar onze kinderen en kleinkinderen. En ook voor hen is dat heel belangrijk. En dan krijg je natuurlijk die 4 laatste letters, tape. Hè, de T staat voor technosfeer, de technologie, die we vandaag meer en meer mee versmelten. Hè, we meer en meer technologie gebruiken, we hebben dat nodig. Maakt ons leven eigenlijk heel veel simpeler. Ja, soms absoluut. Ook wel lastiger. Ja, ja. Hè, dat is een beetje een dubbele. De eerste E staat voor, en dan komen we echt in jouw domein, economie en werk. Dat is echt jouw domein. Hè. Ja. Werken is jouw domein. Hè. En ook economie. En dat is omdat we als mens iets moeten doen. En dan krijg je die tweede E, dat is energie, ook vandaag in ongelooflijke transitie. Ja. En dan komen we bij die laatste P, die staat voor politiek, institutioneel, juridisch. En dat is eigenlijk het kader waarbinnen wij allemaal opereren. Want we hebben wetgeving. Dat is een lijn rond het speelveld. Dat is een lijn rond het speelveld. En binnen dat speelveld, en dat is het knappe, alles interageert op elkaar. Het is niet dat je kan zeggen, een identiteit staat los van een bevolking. Of een bevolking staat los van economie. Nee, die dingen die hangen met elkaar vast, dat systeemdenken. Ja. En dat is dus heel belangrijk om die maatschappelijke trends te bevatten en te begrijpen en die patronen te herkennen. Nu, en wat er nu, en dan komen we eigenlijk aan die tweede laag, en dat is heel, heel boeiend. In die tweede laag namelijk ontstaat gedrag. Het ontstaat gedrag van de mens. En dat gedrag wordt gevoed door spanningsvelden die ontstaan in die maatschappelijke trends. Daar gaan wij gedrag op ontwikkelen. En gedrag bestaat voor mij uit 4 elementen. Handelingsmotieven, wat een hele belangrijke is. Want Maslow spreekt over behoeften, maar eigenlijk gaat het veel meer over handelen. Behoeften is een stukje, handelen is veel ruimer dan dat. Dus we moeten eigenlijk naar onze handelingsmotieven kijken. Beschrijf dat heel uitvoerig in het boek. En dan hebben we natuurlijk onze menselijke verwachtingen, die torenhoog zijn vandaag.
En dat koppelen we dan vast aan normen en waarden, die als het ware een soort, ook weer een deeg rond die koek gaan vormen en ons gedrag mee gaan sturen. En dan, dus dat is heel belangrijk, want daar krijg je dus problemen, vraagstellingen, en dan zoeken we naar oplossingen. En dat ontstaat net in die bovenlaag. Mm. In die bovenlaag, wat voor mij markttrends zijn, sectorieel gebonden. Dat kan in jouw sector zijn, in de HR-wereld. Dat kan in de wereld van de sport zijn. Dat kan in de wereld van de automotive zijn, in de retail. Gaat men op dat gedrag en op die maatschappelijke context, mm-hmm. gaat men antwoorden formuleren om die mens, of consument, om die als het ware te helpen. En daar gaat het eigenlijk over. Okay. En dan krijg je dus inderdaad die bovenlaag. Dat zijn net die innovaties of innovatieclusters. Ja. En daarvoor doen we het. En het eerste twee dingen moet je analyseren. En het laatste moet je op gaan innoveren en het gaan implementeren. Dat is eigenlijk ook de basis van het boek. Ja, in een nutshell, samengevat. Ja, heel kort samengevat. Heel maar kort er is uiteraard, we zullen er doorheen de podcast wel hier en daar nog op inzoomen. Hè? Ja. Maar kunnen we dan op een of andere manier signalen, noem ik dat dan bijna trillingen, zoals dat Tom Palmer zo noemt, opvangen om daar zo net iets... Sommige mensen zien bepaalde zaken vroeger dan anderen. Ja. Hoe komt dat? Voelen zij, zien zij, horen zij meer dan anderen? Nee, ik denk dat het bestaat uit een aantal dingen. Het bestaat in eerste instantie observeren. Je moet eens heel goed om je heen kijken. En dat is... Mensen zijn te veel bezig met de waan van de dag, noem ik dat. Ja. En wat is dat, de waan van de dag? Je bent met je klanten bezig, je bent met leveranciers bezig, je bent met je personeel bezig. Hè, voor jou een heel belangrijk item, hè, of vanuit jouw invalshoek. Dus men is constant met de waan van de dag bezig. Mm-hmm. Dus het verleden, dat is geleefd, hè, de waan van de dag. En dan moet men ook een stukje gaan toekomst denken. En die elementen die we vandaag zien, hebben invloed op de toekomst. Mm-hmm. Dus het is een stukje observeren, wat we ook cool hunting noemen. Ja. En daarnaast gaat het ook over een stukje heel veel brede maatschappelijke belangstelling hebben. En als je die dingen samenvat, dan ga je... Dat is een beetje een kunst dan, om daarin patronen te zien. En het systeem te zien. Ja. En dan kan je eigenlijk verder. En daar kan je dan die trillingen, zoals waar je over spreekt, die zie je dan en daar kan je dan proberen gevolgen uit te trekken. Want dat is ook het punt. Iedereen denkt altijd van, de Bert van Tilburg, dat is een trendwatcher. We gaan die eigenlijk eens vragen wat we binnen 2-3 jaar wat we gaan moeten doen. Mm. Ik ben geen voorspeller. Ik kan alleen de toekomst trachten voor te stellen aan dingen die we vandaag zien en dat proberen door te trekken hoe dat kan evolueren. En je hebt natuurlijk kennis van je markt nodig en kennis van de bredere maatschappij. Dat is natuurlijk super cruciaal. Ja. Oké. Okay. Ja. Zeg, een ander boek dan dat van jou is er eentje van Nassim Nicholas Taleb. Die heeft het in zijn boek over zwarte zwanen. Je hebt het in jouw boek over wildcards. Ja, die zijn redelijk vergelijkbaar. Eigenlijk, als je die definities naast elkaar legt, komt dat wel min of meer op hetzelfde neer. Wat voor mij een wildcard is, ik ga dat heel kort trachten te omschrijven. Dat is een gebeurtenis of een reeks van gebeurtenissen die een ongelooflijke disruptie veroorzaken. Mm-hmm. En ik hoef jou niet... we hoeven niet lang na te denken, want we kennen er wel eentje die nog altijd vrij recent, en die eigenlijk nog altijd wel doorwoekert, als het ware, in onze samenleving. En dat is eigenlijk een vorm van een wildcard. En het punt is dat we... In een mensenleven kom je dat een aantal keer tegen. Als we verder teruggaan in de tijd, ik heb dat ook in mijn boek beschreven, ik heb er persoonlijk 4 meegemaakt. Mm-hmm. En ik denk, jij bent toch misschien wel nog iets jonger dan ik, maar je hebt die waarschijnlijk ook meegemaakt. De eerste, dat was de val van de Berlijnse muur in 1989. En dan denk je, de val van de Berlijnse muur, dat was een politiek verhaal. Uiteraard was dat een politiek verhaal. Maar wat was de impact voor Europa? Die was wel gigantisch groot. Ja. Dus dat was een grote verandering en dat was een soort opeenvolging. Want we zeggen dat was 1989 en dat gebeurde inderdaad in een periode van een half jaar. Mm-hmm. En dat heeft een geweldige impact. De tweede was 1 dag. Dat was namelijk het invliegen van vliegtuigen in de Twin Towers. Dat heeft ongelooflijk dingen veranderd. Kijk maar eens hoe wij vandaag op reis gaan, hoe wij gecontroleerd worden. Dat zijn rechtstreeks gevolgen van toen. Ja. De islamofobie die in heel veel landen is ontstaan, is daaruit te verklaren. Dus dat heeft wel impact. De derde, dat was de bankencrisis, die 2-3 jaar heeft gewoekerd. Ook landen zijn aangevallen. De PIGS-landen, Portugal, Italië, Griekenland, Spanje. En daar stonden wij bijna op de grens van een, of op de rand, op de afgrond. En we beseffen dat eigenlijk te weinig hoe dat wij door het oog van de naald zijn gekropen. Maar ook dat heeft dingen veroorzaakt. Namelijk
moeten wij nog in banken geloven? Heel het verhaal van blockchain en crypto-munten komt daaruit. Dus dat heeft daar zijn oorsprong. Omdat men zoiets had van, gaan we nog in centrale banken geloven? Geloven wij nog in bankiers die eigenlijk ons geld in no time kunnen laten verdampen, omdat ze hebzuchtig zijn? Nee, dat gaan we niet doen. Dus we gaan proberen iets gedecentraliseerd te maken. Dus dat heeft allemaal gevolgen. En dan krijgen we nu corona, die er nog veel dieper insnijdt. Nu, wat is eigenlijk heel knap? Dat is dat we merken dat die wildcards steeds sneller komen. Mm-hmm. Ik spreek nu vandaag over een permacrisis, een soort permanente crisis of een polycrisis. Mm-hmm. Een meervoud van crisissen. Want als we vandaag kijken, dan hebben we corona gehad. Nog niet helemaal weg, hè. Laten we eerlijk zijn, maar goed, onder controle. En we gaan niet meer al die maatregelen hebben van enkele jaren geleden. Dat kunnen we ook niet meer aan. Dat kunnen we als mens niet aan. En dat kunnen we als maatschappij en onze economie kan dat gewoon niet dragen. Dus dat is één. Dan kregen we een logistieke crisis erbovenop. Mm-hmm. Om er de schep bovenop te doen, kregen we daarna recentelijk nog heel die energiecrisis. Mm-hmm. Met stijgende prijzen door de oorlog. Ja. Want we zitten eigenlijk in een oorlogssituatie. Ja. We beseffen dat te weinig. We worden ook niet met bommen geconfronteerd. Maar het snijdt wel heel diep. En dan mogen we nog niet vergeten wat er de komende jaren op ons afkomt. Bevolkingscrisis, vergrijzing. Absoluut. Met ongelofelijke impact op werk en HR. Gigantisch. Het biodiversiteitsverlies, de klimaatcrisis. We gaan zo maar door. Het houdt niet op. En wat we dus merken, is dat die wildcards worden bijna een constante. Mm-hmm. Waar we vroeger heel traag verandering zagen. Ik bedoel, geef iemand 200 jaar of 100 jaar terug in de tijd. Iemand die had toen zoiets van, we hebben eens een oorlog meegemaakt. En dat was net er diep in, bij die mensen. Hè. Ook de impact was gigantisch groot. En dan is het misschien een crisis, 15 of 20 jaar later. En dat was voorbij. Maar nu is het van, we hollen van de ene naar de andere crisis. En het stapelt op. En het stapelt op. Het stapelt gewoon op. Maar het is wel de realiteit. Mm-hmm. Maar dat opent ook perspectieven. Want elke crisis heeft winnaars en verliezers. Ja. Dus het opent ook perspectieven. En het nodigt uit tot innovatie. Dus je moet daar dingen mee doen. Je moet dat niet negatief... Oké, het is negatief, hè? Maar je moet ook de positieve zijde zien. Je kan er ook altijd iets mee gaan doen. En dat is denk ik heel belangrijk. Oké. Zeg, in uw boek beschrijf je heel wat trends. Je hebt er eigenlijk nu ook al een aantal opgesomd. De allerbelangrijkste die een impact hebben of nog zouden kunnen hebben op HR. Je hebt er nu inderdaad al een aantal gegeven, maar kan je er zo nog een aantal, misschien heel concrete, inzoomen? Ja, ik denk vooral dat voor HR een heel belangrijke is het verhaal van... Het zijn twee dingen. Hè. We zitten ten eerste met het verhaal van de bevolking. Mm-hmm. Als we gaan kijken naar bevolking, naar piramide, het piramidesysteem van onze... Vroeger hadden we een bevolkingspiramide. Mm-hmm. Als we naar Afrikaanse landen kijken... Bangladesh is geen Afrikaans land. Foei, foei, Bert. Maar als je gaat kijken naar Mozambique of zo, dan weet je, Mozambique dat heeft een hele schone piramide. Heel veel mensen beneden, dus heel veel jonge mensen. En aan de top heel weinig oude mensen. Laten we dan eens kijken voor België. Dat is geen piramide niet meer. Hè. Dat is eigenlijk, ik zeg altijd, en dat is niet oneerbiedig, dames. Het is een beetje anti-vok. We moeten voorzichtig zijn, want ook dat is een thema. Hè, Bert, ik ben benieuwd wat er gaat komen. Nee, ik zeg altijd, de structuur van onze bevolkingspiramide is geen piramide meer, maar dat is een dame met brede heupen. Hè, dat is namelijk redelijk laag aan de benedenkant. Mm-hmm. En dan wordt dat wat breder en dan krijg je een piramide. Ja. Dus ik noem dat eigenlijk oneerbiedig. Maar dat is, want ik vind dames, en ik schrijf dat ook in mijn boek, steeds meer vrouwelijke CEO's, dames worden... Je bent aan het vastrijden. Bij mij aan het vastrijden. Nee. Oké, even alle gekheid op een stokje, ik ga me niet vastrijden. Nee, maar wat we dus heel duidelijk zien vandaag, is dat in die bovenste lagen, namelijk de lagen van de mannen en de vrouwen die op pensioen gaan, stromen er dus veel meer uit dan dat er instromen. Ja. Dus laten we nu eerlijk zijn, als een regering zegt, we gaan de komende jaren een hoge werkzaamheidsgraad halen. Daar moeten ze eigenlijk niks voor doen. Dat is gewoon de demografie, in dit geval, die zijn werk doet. Dus dat is gewoon larrie en apenkool. Mm. En ik weet dat ik me hier niet populair maak binnen de politiek, maar dat is ook niet erg, want het is een vaststelling. Mm-hmm. Dus dat is één. Dus daar moeten we zeker rekening mee houden. Dus dat betekent ook, dat is eigenlijk wat ik ook in het verhaal van in jullie magazine heb beschreven, dat eigenlijk inderdaad de mensen die nu in het arbeidscircuit stappen, dat die eigenlijk de sleutels in handen hebben. Ja. Dus de werknemer bepaalt vandaag wat er gebeurt. Vroeger was het de werkgever. Hè, in geval van, als er minder instroom is, dan kan hij veel meer bepalen. Nu is het omgekeerde. Ja. Dus dat is één. Dus dat is een superbelangrijke. En dan krijgen we er nog een aantal dingen bovenop. Levensduurverlenging. Stel je nu voor, ik moet het even anders zeggen.
Elk jaar komt er bij een man ongeveer 2,5 maanden per levensjaar bij. Mm. Dus dat betekent, je krijgt extra leefkrediet, gemiddeld genomen. Voor een vrouw is dat 3 maanden. Ja, ja. Dus dat betekent, als je dat gaat doorrekenen, dat de kinderen die vandaag geboren worden, halen gemiddeld en vlot een levensverwachting van 100+. Gekke. En met medische wetenschap gaat dat nog veel hoger. We hebben nooit eens gezegd, het glazen plafond is onder 22 jaar. Waarom hebben we dat gezegd? Omdat de oudst levende vrouw ooit onder 22 jaar is geworden. En dat was Jean Calment. Dat was in 1997, is die overleden. Die heeft trouwens Vincent van Gogh nog gekend. Maar dat madammetje is op 122-jarige leeftijd overleden. Maar die glazen plafond, die gaan we gewoon breken. Dat doen we ook in sport. Hè? Mm-hmm. In sport, vroeger was iemand sprong 8,90 meter. Dat heeft heel lang gestaan. En dan is men er eigenlijk over gegaan. Dus men kan dat ook wel. Mm-hmm. En dat gaan wij ook doen door een beter... Oei, ik moet opletten dat ik hier niet te veel gekke dingen doe. Maar dat gaan wij dus ook duidelijk doen. En ook dat heeft impact. Want dat betekent, kunnen wij het aan ons... En nu ga ik heel stout zijn. Kunnen wij het ons nog veroorloven om op 65 of 67 op pensioen te gaan? Dan denk ik... Dat kan, maar dat betekent wel dat we 1 ding moeten opgeven. Dat is ons sociaal zekerheidssysteem. Willen we dat? Dat is een vraagteken. Hè? Mm-hmm. Ik constateer alleen maar. Dus een trendwatcher, in dit geval, signaleert dingen. Ja. En dan moeten andere dingen, dan moeten andere organisaties, politiek, bedrijven, merken, maar iets mee doen. Daar kunnen ze iets mee doen. Daar kunnen ze ongelooflijk op innoveren. Maar het is een constatatie of een vaststelling. Oké, zeer zeker. Zijn er nog? Want ik zou je niet willen onderbreken. Natuurlijk, binnen de economie zijn er ook het individualisering. Ja. Dat is ook een heel belangrijke. Hè? Mm. Allee, bedoel, we zien dat vandaag meer en meer. Hè. Individualisering is ten top gedreven, hè, in Europa, zeker in Europa. En daar merk je dan ook weer heel grote verschillen met Azië. Hè? Ik heb ooit het geluk gehad dat wij gastkinderen uit Azië bij ons thuis hebben gehad voor een langere periode. Hè? Ik heb een gastzoon uit Thailand, uit Bangkok. Dat is een hele andere cultuur, die is veel meer op collectiviteit gericht. Een Japans meisje uit Tokio, die net voor COVID toch nog een maand of 5 bij ons heeft gewoond. En in het kader van een uitwisseling van AFS was dat. Mijn dochter zat op dat moment in Zuid-Amerika, dus ook die cultuur kennen we wel, want daar zijn we ook al een paar keer geweest. Maar als je dan gaat kijken, dan zie je heel duidelijk, vooral in Azië, dat dat collectieve speelt. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook een heel mooi verhaal aan verbonden. Dat heeft initieel te maken met ons DNA. Mm-hmm. Maar het DNA van onze manier van werken en eigenlijk onze eerste activiteit, namelijk het agrarische. Ja. Want als je gaat kijken naar Azië, wat is het belangrijkste voedingsproduct in Azië? Dat is rijst. Nu, rijst verbouwen, dat moet je samen doen. Dat is super complex. Daar heb je samenwerking nodig. Wij verbouwen tarwe, later ook aardappelen. Dat is veel gemakkelijker. Dat kunnen wij individueel. Ja, en je ziet dat de Europese culturen, de Noord-Amerikaanse culturen, die op basis van die landbouwactiviteiten, die zijn veel individualistischer geworden. Ja. En de Aziatische en de Oosterse culturen, die zijn veel collectiever ingesteld. Maar wat je wel merkt, is dat het Westen is dominant. Dus je gaat ook, zelfs in Aziatische culturen, dat individualisme doorduwen. Mm-hmm. Wat anderzijds ook weer een probleem oplevert, want de wereldproblemen vandaag, die kun je niet individueel oplossen, die moet je collectief oplossen. Ja. Dus we zitten daar eigenlijk met een ongelooflijk interessant en boeiend spel en een heel speciaal spanningsveld dat we op een of andere manier moeten oplossen. Ja. Nu, de hamvraag is natuurlijk, hè, hoe kan HR dan, want het zijn voornamelijk HR-professionals, ook leidinggevenden die luisteren, hoe kunnen zij dan trends leren spotten en dan ook zo'n cool hunter eigenlijk, dat je zegt, hoe kunnen zij dat worden? Wat hebben ze daarvoor nodig? Ja. Wat moeten ze daarvoor doen? Ik denk in eerste instantie moeten zij veel luisteren, veel kijken, ook bij andere bedrijven, ook in andere sectoren en segmenten. En buiten gaan. Dus dat is denk ik heel belangrijk. Evenementen bijwonen. Hè. Dus dat noemen wij allemaal een klein beetje field research. Hè. Als we dat een beetje proberen in te kapselen, zeggen dat veldwerk is. Hè. Maar eigenlijk komt het daar wel op neer. Luister eens naar podcasts, lees voldoende. Probeer je voldoende te informeren, zo breed mogelijk. Mm-hmm. En hou die maatschappij in de gaten. En dan uiteraard, in je vakgebied, moet je natuurlijk al die... Ja, magazine moeten ze zeker lezen. Maar uiteraard. Hè? Maar ook wat er in het buitenland verschijnt. Ja. Hoe gebeurt het in andere landen? Mm-hmm. Hoe gebeurt het in andere gebieden, in andere sectoren? Dus dat is heel belangrijk om voldoende bronnen te gebruiken. Ja. Heel breed inspiratie op te doen. En die inspiratie kan best uit andere sectoren komen. Ja, absoluut. Hè. De beste innovaties haal je niet. Je gaat geen copy-paste doen van wat je concurrent doet. Nee. Je gaat proberen net iets vernieuwend te brengen. Hè? En daar moet je denk ik rekening mee houden. En dan kan je echt tot
hele toffe dingen komen. Ja. Hele toffe dingen. Nu, wij zeggen dat bij zichzelfjaar eigenlijk ook heel vaak, van je moet naar buiten gaan en je moet uiteraard binnen luisteren. Je moet weten wat er binnen je organisatie gebeurt, dat wat ook daar de prioriteiten zijn. Maar het is buiten dat de wereld gebeurt, zeg ik altijd. Dus ga naar buiten, kijk naar buiten. Ga in interactie, ga in overleg met. Wat ik vaststel, en zeker in crisistijden of in tijden van besparing, wat doen mensen? Plooien helemaal terug op zichzelf. De actualiteit is negatief, het is te veel. Wat doen ze? In de bubbel. En dan denk ik, hoe kan je die mensen dan overtuigen? Want ja, ze moeten zich ook wel nog voldoende comfortabel voelen. Mentaal welzijn is ook belangrijk. Als het allemaal overweldigend is het ook niet goed. Maar hoe kan je hen dan toch meekrijgen in dat idee van naar buiten te kijken en te gaan, zonder dat het u overweldigt, dat het eigenlijk lastig wordt? Ik denk dat ook veel te maken heeft met de mindset die je hebt. Mm-hmm. En die mindset moet absoluut positief zijn. Kijk, ik ben zelf een ongelooflijke vooruitgangsoptimist. Mm-hmm. Als je mijn boek leest, dan merk je dat. Ik beschrijf ook negatieve dingen, die inderdaad angst kunnen inboezemen. Mm-hmm. Maar langs een andere kant heb je heel veel opportuniteiten. En dat moet je vooral zien. Mm-hmm. Dus het is inderdaad, angst overwinnen is heel moeilijk. Maar is langs een andere kant ook inderdaad, media doet daar ongelooflijk aan mee. Mm-hmm. Als je verhalen luistert, dan gaat het altijd over negatieve dingen. Dus we moeten daar gewoon... dat is ook de reden dat bijvoorbeeld heel veel jongeren vandaag niet meer naar het nieuws kijken. Mm-hmm. En dan schrikken de nieuwsdiensten dat ze zo weinig jonge kijkers hebben. Ja, doe er dan iets aan. Probeer ook daar te vernieuwen, denk ik dan. Maar goed, ik denk dat dat gewoon een hele cruciale is. Het is echt die mindset. En inderdaad, die veranderingen die zijn er en die gaan blijven. Hè. We moeten een vorm van adaptieve intelligentie gaan ontwikkelen. Mm-hmm. Er is trouwens een zeer interessant boek over geschreven van Tim Vermeijden. Absoluut. En dus dat is echt een fantastisch boek, moet je zeker lezen. Maar ik denk dat jij het al gelezen hebt. Je hebt het al gelezen, daar was ik zeker van. Maar misschien dat ook een aantal van jouw luisteraars dat er eens moeten bijnemen. Dat geeft denk ik een heel goed element, omdat... Het gaat inderdaad over de aanpassingsvermogen. Hè. We gaan dat gewoon, dat wordt de skill van de 21ste eeuw. Hè. Mm-hmm. Die gaan we echt nodig hebben om al die crisissen die nu op ons afkomen, om daarmee aan de slag te gaan en om daar positief bij te blijven. Mm-hmm. En om inderdaad ook gelukkig te zijn en performant en relevant en al die facetten die we allemaal nodig hebben. Mm-hmm. Nu, de hamvraag is natuurlijk, want je zei net, dat was zijn trend, zeg, je kunt ze spotten, maar het gaat er hem eigenlijk vooral over dat je er dan mee gaat doen. Hè? Ja. Ze hebben een doel, hè? Gaat er dan innovaties mee doen? Ja. Hoe ga je dat dan omzetten? Ik dacht dat er, in uw boek staat er toch een model, hè? Hoe ga je daarmee aan de slag gaat? Absoluut. Kan je dat in een nutshell nog even toelichten? Kijk, dat trendsurfmodel start inderdaad met dat piramidaal model van de trendlagen. Dus die moet je eerst weten. Dus je gaat heel dat onderzoek doen, je gaat bronnen gebruiken. Vooral om die onderste twee trendlagen, die maatschappelijke context in kaart te brengen, waarbij je eigenlijk heel dat ipso-tape-model gaat afgaan om te zien, oké, heeft het met identiteit te maken? Zitten we, wat zijn de bevolkingselementen die in de trendontwikkelingen zitten? Dus je gaat die eigenlijk helemaal bekijken. Je gaat dan zien hoe dat gedrag veranderd is. En je begint altijd vanuit het verleden. Ik ben ook historicus. Ja. Dus je begint altijd vanuit het verleden. Want in het verleden zitten de zaadjes van vandaag de toekomst. Mm-hmm. En dan ga je dat doortrekken naar het heden. En je gaat zelfs proberen om met wat als vragen te kijken wat er zou kunnen gebeuren in de toekomst. Dat is wat we noemen het foresight-verhaal. En dan ook kijken, wat zou een mogelijke impact kunnen zijn? Pas op, dan evolueren al meer richting toekomstdenken en scenarioplanning. Maar het is wel belangrijk. En die analyse... Dat is niet dat we dat op 1, 2, 3 doen. Hè. Dat doen we niet tussen de soep en de pataten. Als je 5 minuten over hebt. Of als je zegt, ik heb hier nog een half uurtje, we gaan dat eens even gauw doen. Nee, dat moet je echt ook best in een team doen. Daar moet je soms wat begeleiding bij hebben. Mm-hmm. Maar dat is wel belangrijk om dat heel analytisch aan te pakken. Ja. En daar even goed bij stil te staan. Dat goed gedragen is. En als je dan denkt, oké, nu hebben we het. Dan is de volgende stap dat je gaat... Dan komt eigenlijk het leuke. Dan heb je heel veel... know-how. Mm-hmm. En dan kun je creatief zijn. Oké, wat gaan we nu doen? En dan moet je naar die andere sector. Dan ga je nog eens heel creatief zijn. En dan kan je eigenlijk tot nieuwe innovaties komen. Dan kan je nieuwe dingen gaan proberen. Nieuwe dingen gaan zoeken. En dan kom je eigenlijk op het andere stuk. Namelijk het implementatiemodel. Wat dan veel meer gaat over communicatie. Over marketing. Over gedragenheid binnen een organisatie. Mm-hmm. Ook wel heel belangrijk. En het ter beschikking stellen van assets en hoe kunnen we die trends dan nog binnen ons bedrijf verder gaan accelereren of die innovatie. En dat is natuurlijk heel fun, want dan ga je echt aan de slag. Hè. Dat eerste is echt heel veel denkwerk, analysewerk. Mm-hmm. En het tweede is eigenlijk het uitwerken van creatieve concepten. Ja. En dat is denk ik
Dat is echt fun, hè? Dat is echt ja, fun, dat hè? Is zeker fun. En dat is ook een stukje wat je eerder in de podcast ook al zei, van we moeten weg uit die waan van de dag. Tuurlijk. Anders overkomt ja. het leven ons en klopt. De toekomst ons, hè? Terwijl ja. dat eigenlijk nu de zaadjes ja. aan planten zijn. Tuurlijk. Maar dat je zei ook van de wat-als-vragen, we hadden onlangs op een andere podcast, Stefan van Hooydonk, over nieuwsgierigheid. Mm-hmm. En ik moet zeggen, niet alle dagen. Ik had gezegd, ik ga het alle dagen doen. Het lukt mij in alle eerlijkheid niet, of ik ben er nog niet in geroutineerd. Maar hij zei, om nieuwsgierigheid aan te leren, ik zeg, kan iedereen dat? Ja. Start elke dag met 4 minuten gewoon opschrijven, vragen beginnen stellen van waarom is dat zo, waarom? Mm-hmm. En ik ben dat eigenlijk beginnen doen. Mm-hmm. En ik dacht, bon, maar doordat je u die vragen stelt, primed je uw hersenen bij manier van tuurlijk, spreken. Tuurlijk. En uw hersenen zoeken op een of andere manier antwoorden op die vragen. Tuurlijk. En op die manier kom je soms tot concepten, ideeën. Klopt. En dat gaat van nieuwe concepten. Dat gaat bij zich, zeg het jaar, over concepten in de markt. Of soms een naamgeving of een branding ergens mm-hmm. rond. Mm-hmm. Ik vond dat eigenlijk waanzinnig. Dus alles is te leren wat jij vertelt, scenario planning. Tuurlijk. Is ook te leren, hè? Absoluut, alles is te leren. Het is allemaal niet zo... Eigenlijk, iedereen denkt... Sommige trendwatchers die maken dat zo heel verheven, hè? Mm-hmm. En anderen doorzien dat dan soms, of die stellen zich er dan heel veel vragen bij, en die vinden dat dan heel fluffy. Hè? Mm. Maar eigenlijk is dat niet fluffy. En dat is ook niet rocket science allemaal. Mm-hmm. Het is gewoon goed kijken, de analyse maken en leuke voorbeelden vinden. En kijk, ik speel ook een andere rol als ik een keynote geef dan als ik een workshop geef. Yeah. In een keynote, dan moet ik de mensen kunnen triggeren. Yeah. Dan moet ik kunnen inspireren. Dat is een heel ander verhaal dan wanneer ik in een workshop mm-hmm. en meeneem naar de essentie. Yeah. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat als ze mijn boek lezen of mijn workshop, dat ze het daarna zelf kunnen. Ja, yeah, dat ze mee aan de slag gaan. Dat ze mee aan de slag gaan. Dat is, en dat doen eigenlijk andere trendwatchers niet. En ik denk dat ik daar een verschil maak. Een gat in de markt. Ja, het is niet misschien een gat in de markt. Nee, maar je maakt het concreter. Je doet een stapje verder. Ik probeer een stapje verder te gaan, want ook, ik bedoel, de voorbeelden die ik in het boek geef, die zijn binnen 2-3 jaar ook niet meer actueel. Hè? Maar dat is mm-hmm. niet zo erg. De maatschappelijke dingen wel, die gaan nog wel even mee. En er zullen anderen nog wel wat meer oppoppen en zo. Daar maak ik mij geen zorgen over. Maar wat ik heb gedaan is, en vooral in deel 2, en in deel 1 leg ik eigenlijk die bouwsteentjes vast. Mm-hmm. Maar in deel 2 kom je echt met dat model. En daar kun je echt iets mee doen. Ja. En is dat model nu voor eeuwig? Niks is voor eeuwig. Maar, en het is ook gebouwd op anderen. Hè. Ik ben mm-hmm. op de schouders van andere mensen gaan staan. Hè. Ik bedoel, ik heb dat ook niet allemaal uitgevonden. Hè. Ik heb ook niet de pretentie om dat te denken. Maar ik heb wel, denk ik, nieuwe elementen kunnen toevoegen. Mm-hmm. Ik heb bepaalde dingen in vraag durven stellen. Proberen oplossingen te bedenken. En ik heb daar een model uit gedistilleerd. En ik hoop dat dat model in de komende jaren eigenlijk navolging krijgt. Of dat daar ook kritiek op komt en dat we kunnen bouwen aan een sterker model. Mm-hmm. En zo moeten we dat eigenlijk doen, denk ik. Ja. En dat is ook mijn uitnodiging aan iedereen die het boek leest, om zijn inzichten aan mij te delen, of met mij te delen, zodat ik dat model, of misschien zelfs samen, klopt, dat we dat kunnen verbeteren. Ja, dat is eigenlijk wel het omdraait. Feedback is een gift, zeg ik altijd. Ja, absoluut. Je moet er wel om vragen. Ja, tuurlijk. In ons land wordt dat niet automatisch. In Nederland is dat een gans ander verhaal. Daar krijg je feedback. Hè. Gevraagd of niet. Hè. In your face soms zelfs. Maar dat is goed, hè? Hier moeten we... Ja, is goed. Maar als Belg is dat soms wel wennen om daarmee om te gaan. Maar dat is zeer waardevol. Ja, dat is omdat wij die dubbele houding hebben, hè, in principe. Ja. Hè. Wij zijn de onderdrukten in ons land. Hè. We zijn voorzichtig. En er zit natuurlijk het verschil tussen de Latijnse en de Germaanse cultuur ook een stuk voor iets tussen. Hè. Ja, zeer zeker. Je zei daarnet ook, hè, historicus, die dan een trendwatcher wordt, er zijn eigenlijk verschillende historici die dan met de toekomst bezig zijn. Sophie de Schaapdrijver hebben we een tijd geïnterviewd. Je hebt dan ook, Yuval Harari heb ik nog niet geïnterviewd, maar ook een prototype. We weten, dat kan misschien nog komen. Hè? Oh, ik heb hem eigenlijk nog niet gevraagd. Misschien als hij de podcast hoort, dat hij zelf belt. Ja. Who knows? Nu, ik vind het heel mooi dat je mij al bijna in dezelfde lijn met Harari zit. Dat vind ik al heel mooi. Dus, Ja, voilà. Maar ik vind jou fijner dan hem. Ik heb hem al 2 keer bezig gezien on stage. Mm-hmm. Ja, ik heb hem 1 keer gezien. Ik vind hem wel heel negatief, hoor, in alle eerlijkheid. Als geen uitgangsoptimist zit, dan zit hij aan het andere eind van het spectrum. Maar ik kan dat ook. Hè. Ik kan een verhaal brengen dat iedereen bijna met zelfmoordneigingen of depressie buiten gaat. Ja, je denkt echt van, oh mijn god, wat moet ik hier allemaal mee? Nee, dus dat maar dat heeft... uiteindelijk hebben we dat altijd gehad. Hè. De mens is... En dat is eigenlijk het knappe. Hè. De mens is iets supercomplex, maar de mens heeft ongelooflijke creativiteit, is ongelooflijk inventief, kan empathisch zijn, kan creatief zijn. En dat is toch fantastisch? Maar absoluut. En daar moeten we... Allee, ik denk altijd van... Mijn vrouw zegt dat ook al. Jij bent een eeuwige optimist en altijd zo enthousiast. Maar eigenlijk moeten we dat hebben. Ik denk dat is verdomme een morele plicht om optimistisch te zijn. Ja, het leven is ook veel makkelijker. Wij hebben eigenlijk alles. Hè. Ga eens, ik heb het er straks gezegd, ik ben al in zoveel landen geweest. Ik heb mensen echt in armoede gezien. En dan denk ik van... Allee, ik was in Colombia en daar kwam een man naar mij. En die vroeg niet geld, maar die vroeg eten.
Dus ik heb voor die man een maal betaald. Dan denk ik van, ik bedoel, wij kunnen hier eten en drinken zoveel dat we willen. Ja. Oké, de prijzen gaan naar boven, dat vinden we niet fijn. We vinden het niet fijn dat we veel belasting moeten betalen. Maar eigenlijk hebben wij een fantastisch leven. Ja, ja. En de mensen zijn gewoon veel te verzuurd. Ga eens naar Zuid-Amerika. Iedereen glimlacht en de mensen hebben een kwart van wat wij hebben. Of misschien een tiende. Ja. Daar moeten wij ons aan optrekken. Het leert ons een beetje relativeren door... En dat is ook heel belangrijk. Ja. Allee, bedoel, ik heb nu een boek geschreven en iedereen, en ik ben er fier op. Hè. Ik ben er echt fier op. Ik durf dat zeggen. Mijn dochter zegt, uw neus krult altijd. Als ik erover praat. En dat is ook zo. Ik ben ongelooflijk fier. Maar eigenlijk in de totaliteit van het... Ja, ik heb een boekje geschreven. Binnen een half jaar, binnen een paar maanden al, als het allemaal wat gaat liggen, ja, dan gaat het dat ook weer relativeren. Hè. En nu ben ik al uiteraard trots en blij. En ja, maar dan ligt de wereld aan uw voeten. Eventjes, daar moeten we van genieten. Maar we moeten ook realistisch zijn en een gezonde mate van relativering hebben. En dan komt het allemaal wel goed. Heel zeker. Nu, om nog even terug te keren dan op het feit dat je historicus bent, denk je dat het noodzakelijk is om het heden beter te begrijpen, om de toekomst te kunnen voorstellen, eigenlijk dat jij dan zegt? Helpt dat dan als je het verleden echt heel erg goed kent? Dat helpt zeker. Ik zeg niet dat je alleen als historicus een goede trendwatcher kunt zijn, of een toekomstdenker, dat wil ik hier niet beweren, maar dat helpt wel. Maar dat geldt evenzeer, Herman Konings bijvoorbeeld, is een psycholoog. Ja. Dat helpt ook goed, omdat we het ook hebben over gedrag. Dus dat helpt ook wel heel goed. Dus ik denk, en het is ook goed dat je zelf je in de materie inwerkt. Dat maakt het aan zich niet uit. Een kunsthistoricus kan een hele goede trendwatcher worden. Ja. Iemand die, Tom Palmaerts heeft ook een totaal andere background. Die heeft, dacht ik, sociaal werk ooit gedaan. Ja. Dus heeft een totaal andere background en is eigenlijk een goede trendwatcher. Dus we moeten, het hangt ervan af hoe dat je inwerkt. Wat heel cruciaal is een open geest, kritisch blijven. En vooral patronen trachten te herkennen. Ja. Daar gaat het over. Ja. Het is attitude, gezonde belangstelling, brede belangstelling. En dan kan je heel veel bereiken. En, en soms ook een methodiek. Hè. Dus mensen die mijn methodiek toepassen, die kunnen ook een goede trendwatcher worden. Hè. Als ze, maar het is niet van, ik lees dat boek en ik ga nu de goede trendwatcher zijn. Je moet er wel veel mee bezig zijn. Zoals jij dat ook met HR doet. Hè. Jij bent een referentie op HR-vlak, omdat je er elke dag mee bezig bent. En, maar ook ik haal mijn mosterd vooral het andere beleid. Dat geloof ik. Dat geloof ik gerust. All right. Om af te sluiten dan misschien, Bert, een final message. Wat is uw ultieme boodschap dat je wilt delen met de HR-community? Ik zou zeggen, ik denk binnen HR moet men toch eens heel goed nadenken of men bij bedrijven ook niet trendwatchers een meer prominentere rol moet geven. Mm-hmm. Dat is misschien een hele krasse dat ik nu doe, maar ik weet dat heel veel bedrijven gebruiken veel specialisten. Mm-hmm. En ik zeg niet dat er nu een vaste trendwatcher moet komen, maar ik denk dat er trendsurfer is dan misschien nog beter, maar dat mensen die met trends bezig zijn, die de bedrijven af en toe uit die tunnelvisie halen. Mm-hmm. Want ik heb dat zelf ook ooit ervaren. Soms heb je die tunnelvisie. Hoe langer dat je met bepaalde dingen bezig bent en als je te weinig andere dingen doet, dan krijg je tunnelvisie. Ja. En ik denk dat dat cruciaal is om binnen bedrijven geregeld sessies te doen, inspiratiesessies, of zelfs een vaste trendwatcher die mensen meeneemt naar totaal andere dingen. Die ze bosbaden laat doen, dat is misschien heel banaal, maar ook cool hunting trips naar het buitenland, met andere bedrijven in contact brengt, die hen op de hoogte houdt van alles wat er in de wereld gebeurt en die eigenlijk teams gaat enthousiasmeren. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Ik denk dat dat een hele cruciale is. En dat is eigenlijk mijn boodschap. Integreer meer trendwatchers in bedrijven. Ja. En dat brengt me zelfs meteen op het idee om daar iets mee te doen binnen de Zigzag HR Academy. Ja, wie kunnen weet. We een stukje helpen? Dus, ja, ik wil daar zeker wel eens over nadenken. Ja. Ik denk, voilà. Veel mogelijkheden, veel opportuniteiten. Dankjewel, Bert, dat ik in jouw hoofd mocht kruipen. Ik hoop dat het niet te veel pijn heeft. Nee, het heeft helemaal geen pijn gedaan. Het was heel interessant en heel boeiend. Super. Oké, heel fijn. Hartelijk bedankt daarvoor. Graag gedaan. Bedankt ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar meer? Weet dan dat er nog belachelijk veel podcasts te bekijken of te beluisteren zijn op YouTube of via jouw favoriete podcast app. Allerbelangrijkste, weten jullie al heel erg lang, it's a great time to be in HR. Tot de volgende!